wat ze krijgen ervan. Nee, is goed zo. Ja. Bedankt. Jij bedankt. Ja, dat je kwam praten over Danny. In mijn eentje was ik allemaal rondjes aan het draaien. Goed, ken ik. Ja. Als je mij nodig hebt, je weet me te vinden, hè? Oh, de knapste barman is terug. Het is meteen weer een stuk gezelliger hier. Ik dacht je zo druk had vanochtend. Ja, nee, dat heb ik ook heel erg. Maar ik was gewoon even benieuwd hoe het hier allemaal ging. Ja, alles staat nog op zijn plek. Dat gaat prima. Nou. Gezellig. Mwah. Ziet er weer goed uit zo, hè? Helemaal goed. Theedoek, waar is die? Ja. Nou, dan, dan ga ik er maar weer vandoor. Ik zie je straks. Goed. Tot zo. Hey. Ben ik nou gek of voelde dit als een soort toneelstukje? Ik ben gek. Nou, het was misschien iets wat geforceerd, maar het is niet zo gek dat ze gespannen is, toch? Ja, ik denk gelijk, ze is bij Danny geweest, heeft hem aan de telefoon gehad. Kon ze hier haar gezicht laten zien omdat ze zich schuldig voelde. Daar moet je echt mee ophouden. Ja, dat weet ik, maar ik kan het niet. Ik vind Danny een ontzettende klootzak om wat hij heeft gedaan. Ik zie ook wel in dat hij aantrekkelijk is voor de dames. Dus zo gek is het niet dat Charlie hem wil. Zeker niet nu ze al met de kleine kids zijn geweest. Het was eenmalig. En ze hebben er allebei ontzettend veel spijt van. Danny wil Charlie niet. Nee, maar zij misschien wel. Dan zou ze toch niet zo de best voor je doen? Ik wil serieus net met haar gaan praten. Staat ze gewoon in het restaurant? Leg daar, meneer. Daar. Ik begrijp ook niet hoe het kan. Maar ze begreep het. Dat het niet verder kan zo en dat het afgelopen is. Ik hoop dat ze het volhoudt. Ik bedoel, ik heb maar tegen haar gezegd dat ze achter jou aan moet gaan. Dat je toch vrijgezel bent. Ik kan net zo goed tegen de vuilniszak gaan praten, of niet? Ik ben verliefd. Op Charlie.